Hey, wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe shopvlog. Ik heb de hele bank vol spullen, want ik heb namelijk een nieuwe shopvlog. En ik heb een leuke Big Bazaar shopvlog voor jullie. Ik heb een aantal leuke spulletjes geshopt voor weinig. En het bonnetje heb ik ook bij liggen, zodat ik ook kan vertellen wat het allemaal gekost heeft. Ik was gewoon toevallig daar eventjes lekker aan het soort van winkelen. En toen kwam ik van allerlei leuke dingen gewoon tegen. Dat doe ik wel vaker. Dan ga ik gewoon even daar naar het winkelcentrum. Ga ik een beetje rondkijken. En dan vind ik in één keer allerlei leuke dingetjes. Om te beginnen had ik voor 50 cent had ik gewoon... Dat is qua eten. Dat is niet heel leuk, maar het is lekker handig voor chili. 50 cent per zak. Dat is echt handig om even voorraad te hebben. Hé, hey, poes is er ook. Kijk, ik doe even aandacht. Ik had deze leuke schaal. Het lijkt glas, maar het is niet zo. En daar ga ik mijn edelsteen in doen. Want ik heb veel dingetjes in huis, heb ik met goudachtige tinten. Dus dat is echt super leuk. En ik ga helemaal stuk om die poes, want die is heel vervelend. Want dat is een mannetje en die is krols. En ik ga het op al mijn spullen wil die zeg maar stout doen. Maar dat kan echt niet. Nee, mag niet zo stout doen. Het is ook wel zielig, want hij kan er niks aan doen. Hij is dus niet geholpen. Hoe heet dat? Heet dat bij katten ook gecastreerd of gesteriliseerd? En daardoor is hij constant heel wild in zijn koppie. Best wel zielig. Maar ja, ik kan er ook niet zoveel aan doen. Ah, hij heeft wel scherpe nagels trouwens. Die was in ieder geval 2 euro. En dan had ik nog hele lekkere watermeloen gezicht. Ik ben gewoon gek op watermeloen. En ik vind die geur gewoon lekker. En dan zag ik zo'n dagcreme met watermeloen. Ja, ik dacht, dat moet ik dus echt niet zien. Want dat ga ik dus echt meenemen. Er staat ook bij. Watermeloen is een dagelijkse vochtinbrengende crème. Geschikt voor alle huidtypes. Watermeloen. Extract hydrateert en voorziet de huid van vitamines, terwijl het een kalmerend effect heeft. Het hyaluronzuur houdt het vochtgehalte in de huid vast. De lichte gelstructuur trekt snel in, waardoor deze zacht en verfrist wordt. Nou ja, watermeloen dus. Van ja, een soort merk daar, die verkopen ze. Dat heet Refuel. R-E-V-U-E-L-E. Refuel. Refuel. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, het zal allemaal wel. In ieder geval was die, moet ik even goed kijken... Die was volgens mij nu maar 2 euro. Ja, die was nu van 3 euro naar 2 euro. Dat is echt niet duur. Dan had ik voor 50 cent had ik Listerine Cotabs koudtabletjes, zeg maar. Lekker voor frisse adem, handig voor in de tas. Er zitten 4 in voor 50 cent. Ja, ik ben benieuwd, maar we gaan het gewoon eens proberen. Ik heb 2 pakjes van meegenomen. 50 cent. Dan zag ik 2 hele lekkere Playboy sprays. Ja, ik blijf gek op die geur van Playboy. Ik heb parfumpjes ervan. En ik zag dus nu deze. Ziet echt heel leuk uit. En die heet dus Sexy So What. Echt wat voor mij. Body Fragrance 75 ml is die. En hij ruikt echt heel erg lekker. En ik heb hem ook nog in een andere variant. Dat is Queen of the Game. Deze. En die waren maar 2 euro per stuk. Ik krijg een beetje lamme hand. Ik kijk of ik mijn telefoon neer kan zetten. Ja, dat is beter. Ik krijg een beetje lamme hand van het vasthouden. Dit leuke petje had ik trouwens van de Sema. Want mijn pet was met de TT, zeg maar. Met het TT Festival was mijn petje dus letterlijk gewoon gejat. Door iemand. Of van mij afgehaald. Dus die is kwijt. Maar deze heerlijk lekker ruikende bodygeur dingetjes zijn maar 2 euro per stuk. En je had hem ook nog in iets met Play It Wild en nog een andere. Maar ik heb dus deze gekozen. Lekker voor in de tas, lekker voor onderweg, zo lekker even fris geurtje. En je had allemaal hele mooie make-up. Make-up van Rimmel, Bourjois en nog een ander merk, Max Factor. Die waren dus nu 4 euro of 3 euro. Ik heb om allereerst heb ik een hele mooie paarse lipstift van Rimmel. Deze kleur. Die was 4 euro. En het is heel goed beveiligd, want er zitten echt allemaal nog plasticjes en alarmpjes op. Dus dat vind ik wel fijn, dat ik in ieder geval, als ik iets koop, dat het echt nieuw is. En dat het niet al door iemand gebruikt is. Maar deze is wel echt gaaf. Ik heb de dopper op ongeluk afgehouden. Moet ik even oppassen, want ik beschadig anders alweer de lippenstift. Even kijken. Dit is wel een beetje een irritant plasticje trouwens. Nou, die haal ik er later wel af. Dat is van latere zorg. Kijk. Zo'n mooie kleur paars. Heel apart. Maar ik hou er wel van. Echt heel donker paars. Dat vind ik soms best wel mooi. Ik zal hem even op mijn hand doen. Oh, het is ook lekker een beetje zo'n zachte lippenstift.
deze kleur. Ja, weet je wat het nadeel was? Ik had per ongeluk met de dop er al tegen aangekomen. Dus ik had al een beetje per ongeluk gebruikt. Maar ik heb nu rode lippenstift op. Dus ik ga hem nu niet opdoen. Maar goed, voor 4 euro een hele mooie rimmel. En dan had ik nog... Nou, ik moet het wel kwijt. Dus ik ga het gewoon overheen doen. Het valt niet eens op nu, maar het is wel grappig. Dan had ik nog een... ik doe de laatste tijd soms lipline. Ik heb best voor mezelf volle lippen. Vind ik echt heel fijn. Ik doe er helemaal geen fluit aan. Daar ben ik best wel blij mee. Maar ik zag nog een mooie lipliner. En die was dan ook van Rimmel 4 euro. En ja, het is echt een hele mooie kleur deze. Een beetje soort ja, roodachtig. En ik heb al wel roze lipliner, maar ik had niet zeg maar zo'n kleur. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik klink nog echt verkouden. Dat is echt het nadeel van die stomme COVID. Dat je zeg maar nog echt, ja, nog een dagenlang verkouden klinkt. Dat is echt vreselijk. Ik hoop dat deze goed uit de verpakking wil dragen. Dat is wel een gedoe. Die beveiliging is niet erg, maar het is wel een gedoe. Oh, yes, ik heb hem. Oh, ik hoopte al dat het wel zo heen was met een draaidop. Ik heb een hekel aan slijpen. Kijk, heel mooi. Ik ga hem even op mijn hand doen. Ik moet wel voorzichtig, want ik wil niet dat hij afbreekt. Kijk, echt zo'n heel mooi fel kleurtje. Dat vind ik echt heel mooi. Die was dan ook 4 euro. En dan had ik nog een hele mooie lippen, ja, een soort lippencreme of stift, denk ik. Die was dan 3 euro. Bessois was dan weer iets goedkoper. Dus ja, dat is ook echt niet duur natuurlijk. Ik zal hem even afhalen. Ik had zoiets van, als ik nou gewoon gelijk die shopvlogs opneem. Dan, want nu heb ik tenminste mijn make-upjes leuk. En mijn haar, ik doe mijn pet even weer af trouwens. Het is wel een leuk petje trouwens. Bij de Zeeman was die. Want ik ga ook nog een Zeeman shopvlog maken. Het is wel altijd een beetje een gedoe om die plasticjes weer eraf te krijgen. Maar ik wil hem eraf hebben. Want ik wil even aan jullie laten zien. Kijk, en ik kon niet kiezen. Ik zag 4 mooie make-upjes. En ik had toch vakantiecentjes gebeurd. En ik had zoiets van, ik heb zo'n rotweek gehad. Ik ben ziek geweest van corona. En een tegenslag met iets anders nog gehad privé. Dus ik dacht, ik ga lekker even winkelen. Kan me echt niet schelen. Dan ga ik het alarm er nog afhalen. Hè? En dan eindelijk, yes, kan ik hem gebruiken. Het is een hele mooie soort lipgloss. Ik gebruik het normaal niet vaak. Maar ik heb zoiets om voor een keer... Hij is wel echt heel mooi. Hij is mat. Als het goed is blijft hij ook heel lang opzitten. Die was dus 3 euro. Dus dat is weer het verschil. En dan had ik nog van Max Factor. Deze mooie oogschaduw. En er zitten ook hele mooie kleurtjes in. Even verpakking openmaken. Alarmpje eraf halen. Oh, deze vond ik trouwens zo mooi. Die zijn normaal volgens mij nog wel rond de 15 euro. Dat is echt wel duur nog normaal, hè? 15 euro. Zo. Oh, wat echt veel alarmdingen erop. Het is verschrikkelijk. Nou, nu kan ik hem... Maar ik vind het wel fijn, want dan heb je in ieder geval een nieuwe. Kijk, deze is wel echt heel mooi. Ik vind die groene kleur met die andere groen. Want dit lijkt blauw, maar het is groen. En dan doe je dit zeg maar zo hierboven in. Dat witte zeg maar doe je dan zo hier. Wow, die is wel echt mooi, ja. Het is wel verschil hoor, tussen make-up merken. Of je nou Action hebt, dit is net wel wat mooier. En dan ga ik andere keer die kleurtjes doen. Maar echt prachtig. Voor 3 euro. Wauw, wauw, wauw. Die is echt mooi. En dan had ik nog... Wat had ik verder nog? Volgens mij had ik van de Big Bazaar... Verder geen bijzonder ding. Ja, nog een kattenspeeltje voor 50 cent. Maar dat is gewoon een bal met een belletje erin. En die is paars. Nou, niet gezien om te pakken nu. Die was dan 50 cent. En nou, ik had nog koffiemelk van Friese Vlag voor 30 cent. Dat is echt ideaal, want het is normaal veel duurder in de supermarkt. En nou, ik had nog ijsthee voor 1 euro. Dit is echt een hele lekkere. Dit is met black tea raspberry mint. Echt een hele lekkere. Echt heerlijk. Ik had hem lekker uit de koelkast gehaald. Ja, verder... Verder was er trouwens niks. Oh, trouwens, hier staat Bessois. Nee, ik heb het verkeerd gezegd. Bessois make-up was 3 euro, dus die lippendingetje.
En Max Factor was weer 4 euro. En Rimmel was ook 4 euro. Dus 2 van Rimmel is dan 4 euro. En dan Max Factor is ook 4. Oh, dat is wel vreemd. Ik dacht dat 1. Die Bossois, die is dan alleen... Oh ja, die Bossois make-up. Die is alleen 3 euro. En de Rimmel en de Max Factor is weer 4. Maar is nog niet duur. Als je kijkt wat het normaal kost. Vond je deze... Och, ik zie even dat flesje niet. Vreselijk. Vond je deze shopvlog van de... Vond je deze shopvlog, sorry. Nou, leuk van de Big Bazaar. Doe dat duimpje even omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is ook heel leuk. Ik pak hem even weer, want het flesje zit ervoor. Abonneer even op HS4L. Superleuk. Laat even een reactie achter wat je van al deze geshopte items vindt. En leuk als je eens even abonneert. Duimpje omhoog en reageert. En dan komt er zo nog een Semel shopvlog. Groetjes HS4L. Doei!